voelen jullie je? Beetje zin in? Veel geleerd vandaag? Waarom staan we hier vandaag? Nou, we staan hier vandaag met de bestzinger Almelo in Studio 15 Almelo. De mooie locatie waar alle workshops plaatsvinden voor de finale van de bestzinger Almelo. En volgende week dinsdag gaan deze artiesten optreden in het parkgebouw in Rijssen. Eenmalig hopelijk dat we uit moeten wijken vanuit het theaterhotel naar Rijssen toe. En ze zijn nu bezig met allerlei workshops voor de voorbereiding daarvoor. En waarom worden deze workshops vandaag eigenlijk gehouden? Nou, ze krijgen dus coaching op zanggebied. Daar worden ze in groepjes verdeeld en dan krijgen ze van twee professionele zangcoaches krijgen ze de laatste puntjes op de i. En daarnaast krijgen ze een stukje coaching over de met name podiumpresentatie. Soms kunnen ze best wel al mooi zingen, dan hebben ze al een mooie stem van huis uit meegekregen. Maar ja, dan staan ze een beetje houterig erbij en juist die losheid en de relaxheid en misschien een beetje interactie met de zaal. Dus, en ze treden op met een professionele liveband, hè, die heeft hun nummer ingestudeerd. Dus om daarmee live te staan is toch wat anders dan thuis in je huiskamer wat zingen. En dat zijn de vaste onderdelen en vandaag wordt het gedaan omdat hierboven ook nu de foto's gemaakt worden die we allemaal gaan gebruiken op de socials. En die op Avisie worden gebruikt bij de grote finale volgende week. En wat zijn de reacties van de deelnemers? Nou, we hebben dit jaar voor het eerst, hè, we zijn begonnen met de bestzinger Almelo, met het Noordic, het Erasmus, het Canisius en de Piers. En dit jaar hebben we voor het eerst na allerlei fusies het Alma College en de Passie er ook bij. Dus we zijn nu met 6 scholen. En de leerlingen van de scholen zijn allemaal samen in verschillende groepjes gehusseld, dus niet meer per school. En we merken gewoon de hele dag door, net bij de lunch ook, ze zitten gezellig door elkaar heen. En het hele leuke is dat ze elkaar ook helpen, dat ze elkaar feedback geven. Als de coach klaar is, die zegt van wat vond jij ervan? En dat ze echt opbouwende mooie punten geven.